Opgave 35. Gegeven driehoek ABC en een punt D op de omschreven cirkel van ABC. DF staat loodrecht op AB, D ligt op de cirkel, DG is loodrecht op BC en DE is loodrecht op AC. Dat kun je ook in het plaatje zien. Nu is het zo dat er vier koorden vierhoeken in deze figuur zitten en we moeten op zoek gaan naar alle vier. De gemakkelijkste om te vinden is natuurlijk degene die de vier punten op de cirkel met elkaar verbindt. Dus A, D, B, C en A is een koordenvierhoek. Nou, nu is de kwestie van hoeken van 90 graden met elkaar combineren. Ik zie bij hoek E een hoek van 90 graden en bij hoek G zit een hoek van 90 graden. Dat betekent, dus hoek D, E, A is 90 graden en is gelijk aan hoek D, G, C. Dus die samen zijn die twee 180 graden. Mooi C schrijven. En dat maakt het een koordenvierhoek. Dus dan is E, D, G, C. Is er ook nog eentje? We hebben nog twee paar rechte hoeken. Ik heb hoek D, E, A, die is 90 graden. En hoek D, F, A, die is 90 graden. Dus deze bij elkaar opgeteld zijn ook 180 graden. Dus D, F, A, E is ook een koordenvierhoek. En de laatste koordenvierhoek die is wat lastiger te vinden. Ik zal verklappen waar die zit. Dat is van F naar D, naar B, naar G. Waarom is dat een koordenvierhoek? Nou, deze hoek bij F die is 90 graden. Deze hoek bij G die is ook 90 graden vanwege de gestrekte hoek. En dan zie je dat beide hebben dezelfde voetpunten. Dus dan heb je hier de stelling van de constante hoek. Want die hoek en die hoek zijn gelijk aan elkaar. En dat betekent dus dat er een cirkel door BG, sorry, DBGF gaat. En dat het dus een koordenvierhoek is. Nou, nu nog even netjes opschrijven. Hoek DFB is gelijk aan hoek DGB. Die zijn alle twee 90 graden vanwege een gestrekte hoek. En dat betekent dat er een cirkel gaat door DBGF. Want er zit een constante hoek in. Ja, en dat betekent automatisch dat DBGF ook een koordenvierhoek is.